Ja, we staan hier met Piet Diemeer bij een vreemdsoortig bouwsel. Piet, vertel eens, wat is het? Nou, zo vreemdsoortig is het niet, want het heeft al veel bekijks gehad. En iedereen rond de jaren 60, die heeft me wel eens op zijn ding gezeten. Toen kwam later, dat noemden ze doortrek-wc's. En toen is dat eigenlijk verdwenen, maar op de bouw en in Amsterdam en vooral in gebieden waar veel sloten waren, stonden ze ook op de akkers. Ik twijfel niet aan je vakmanschap, maar de deur sluit niet helemaal beneden. Hè? Hoe komt dat? Nee, dat zal ik ook even demonstreren. Als je erop zat, nou, wacht maar. Ik ga er wel even op zitten. Twee punten eruit en dan weet je dat er iemand op zit. Maar we weten ook niet dat het voor de lucht was. He. Ja, ja. En dat blauw, dat is tegen de vliegen. Aha. Vliegen hebben een hekel aan blauw. Oh, dus dat heeft ook nog een functie, die blauwe verf. Ja, ja, ja. En ik zie er ook nog wat koning, keizer, admiraal. Scheiden, dat moeten we allemaal. Ja. Omdat deze man admiraal heet, hebben we dat is dat, ja. Maar er hingen wel altijd kreten op die deur, Piet. Ja, hier even kijk eens. In deze donkere hallen, al waar geen vogel zingt, laat een mens iets vallen wat geweldig stinkt. Poep je niet een rustje toch, komt de baas en poep je nog. Geweldig. Nou. Maar ik ben nog op. Dat heb je thuis al gezien. Ik heb al een model gemaakt voor een museum. En nou wil je ook nog graag hebben een mini-model op zijn bureau. Wat heel bijzonder is, ik heb een kennis. Die zijn nu naar het missiegebied bij de Papoea's. En die hebben een stichting opgericht. En ja, de stichting heeft geld nodig. En ik heb, als die man aan me vraagt, Piet, wat ben ik je verschuldigd? Dan zeg ik dat die uren die zijn niet te betalen. Dat doe dat maar in die stichting. En dat heb ik toegezegd. En ik hoop dat die royaal stort. Want vroeger zei ze, hij is alleen maar royaal als je op de wc zit. Maar ik hoop dat hij dat nu ook is. Maar daar heb ik wel wat vertrouwen in. Maar deze, begrijp ik, gaat naar Roelof Arendsveen? Ja, ja, die man geeft vaarexcursies. Dan wil je zo'n ding hebben op de rand van de akkers. Dan kun je aan de mensen laten zien dat ze daar vroeger hun behoefte deden. Ja, nou, ik zou even wat laten zien. Ja, dat is goed. Ja, dat is goed. Nou, waar gaan we nu naartoe, Piet? Nou, dit is een van de boerderijen aan de Duinkant. Ja, kijk eens. En hij onderhoudt hem heel goed. Ja. Een man aan het werk die schildert graag, dus het is een pracht. Hey, en Pieter, woont meneer admiraal hier nog in? Ja, ja. Hij is getrouwd op twee zoons. Kijk, hier die uithollingen, daar beginnen ze ook alweer. Daar slijpen de vogels hun snavels in en die zoeken een zacht exemplaar uit. Ah. Ja, dat is toch... Ik wist het ook niet, maar Kees is een natuurliefhebber en zijn zoon nog meer. Die hebben dat verteld en... Ja, als ik dan hier mensen rondlaat, dan vertel ik dat. Kijk, hier pakken ze alweer een nieuwe steen. Ah, kijk, ja. Dat kruis, dat heeft ook weer een functie, of er zit een verhaal achter. Het kruis verdrijft de duivel uit de melk en de zuivel. Dit was een karrenboet, zoals ze dat noemden. Hier heb een karrenmolen in gestaan. Je ziet het dan wel op oude tekeningen. Mm-hmm. En daar liep een hond in. Oh. Ze hebben wel eens verteld, als het papier op was, dan veegden ze hun behoefte af met twee vingers. En dan was er iemand die gaf dan een harde klapper op met een liniaal en dan was het...
zijn allemaal fantastische verhalen hoor. Ja, ja.